eigenlijk is er geen makkelijkere game om te maken dan Destiny 2. Want hey, de game was fucking goed. Een van de beste shooters ooit gemaakt. En wat voelde het schietelement lekker. Maar de kritiek was ook heel erg duidelijk. Waarom moet ik de fucking story leren via een app? En waarom is het zoveel hetzelfde? En het lijkt me dat als je Destiny 2 gespeeld hebt zoals Leon heeft... en een interview gehad met de director, wat super vet is... dat daar wel een soort van antwoord op gekomen moet zijn. Dat is zeker. Ja. En dan vermoed ik ook dat jij dat antwoord ook nog eens wil weten. Heel graag, ja. Want de story inderdaad, dat was wel echt een van de grootste nadelen van Destiny. De story van Destiny was eigenlijk, het had twee nadelen. Was het eerste een beetje shallow. Ja. Er zat een soort van verhaal in meer. Dat was inderdaad heel erg naar de achtergrond gedrukt. En het was een beetje nogal een donkere verhaallijn. Het, letterlijk, want je werd achtervolgd door de darkness. De darkness was je grootste vijand. Ja. En dat hebben ze dus in Destiny 2 helemaal omgegooid. Dat was ook direct wat me opviel toen ik de reveal trailer zag. De lightness komt nu. Wat zei je? De lightness komt nu. Ja, inderdaad. Je had bijvoorbeeld Kate Six. Dat is dan je vijand dit keer. En dat is, die wordt gevoiced door Nathan Fillion van Firefly Game. Oh, tof, ja. En hij is dus echt een personage met een flashed-out achtergrondverhaal. En er zitten nog meer van dat soort antagonisten in de game. En ze hebben allemaal een eigen verhaal. Dat wordt allemaal uitgediept ook in de missies. En aan het begin van de game word je bijvoorbeeld ook door hen zelf je huis uitgezet. En je hebt dus direct al een soort van emotionele investment in het spel. Ja. En dat ga je dan dus langzamerhand ontdekken door die missies. Je hebt dit keer echt een duidelijke vijand waar je tegen vecht. En je hebt ook een doel in de game. Tof, want dat is wat Bungie kan. Alleen nog niet even laten zien. Nee. Behalve in de Halo franchise. Dus dat is wat we echt een beetje nu krijgen. En dat is ook wat ervoor moet zorgen dat je invested blijft en niet constant. Want dat is een beetje wat ik zelf had met Destiny. Ik heb het na 20 uurtjes wel opgegeven. Omdat ik dacht, oké, ik ben nou de hele tijd hetzelfde aan het doen. Ja. En het verhaal moet ook dit keer echt het ding zijn dat je blijft stimuleren om in de game verder te komen. Ja, ze hadden erover kunnen kiezen om een nieuwe DLC uit te brengen. Absoluut, dat had gekund. En dat heb ik ook gevraagd aan. Want zoals ik het eigenlijk Destiny altijd voor me zag, was dat het een soort van World of Warcraft soort. Weet je ontwikkelt één keer een base game en dan blijf je expansions uitbreiden. Daar hebben ze opzettelijk niet voor gekozen, omdat ze zeiden, we willen mensen als het ware uitnodigen om Destiny nog een keer te proberen. En wat je zelf ook merkt, kijk, ik bijvoorbeeld speel nooit meer ga nooit meer een nieuwe multiplayer game oppakken 6 maanden na de release. Want dan denk ik van, dan heb ik al zo'n grote achterstand. En dat hebben heel veel mensen ook met het DLC pakket. Die denken, waarom zou ik nu nog beginnen aan Destiny? Want er zitten al zoveel goede mensen in die game. Ja. En met Destiny 2 beginnen ze eigenlijk weer helemaal opnieuw. Je kan wel je personage overdragen, maar niet opzettelijk ook niet bijvoorbeeld zijn skills, abilities, zijn wapens. Zodat iedereen als het ware weer vanaf scratch begint en iedereen ook gelijke kans heeft. Leuk. Vooral een dikke vinger naar die mensen die de game nog steeds spelen en het altijd heel erg leuk vinden om dat tegen mensen te zeggen. Ja, ik ben nu heel goed. Maar dat, juist dat soort mensen, daar gaan ze het nu ook echt van proberen te hebben. Want wat hij zei ook, er zit een soort van, in Destiny 1 zat een soort van bump. Het begin van de game was leuk en de endgame was ook super sterk. Mensen die eenmaal in de endgame zijn beland, dat zijn dus ook de mensen die er honderden uren in hebben gestoken. Alleen heel veel mensen kwamen niet over die bump heen. En wat ze nu ook in Destiny 2 dus gaan doen om mensen over die bump heen te helpen, is een guide systeem. Een guide systeem heet. Dus het houdt in dat jij als een nieuwe speler in contact kunt komen met heel ervaren spelers die het spel heel lang spelen. Leuk man. En dan kan je bijvoorbeeld, stel dat jij en ik het spel heel lang spelen en Tom achter de camera die is nieuw. Dan kunnen jij en ik een eigen soort van profielpaginaatje aanmaken en dan beschrijven we onszelf. En Tom die gaat bijvoorbeeld zoeken en die ziet eerst dat hij komt langs een motorgang bijvoorbeeld. Zegt hij, we zijn twee vette bikers en wil eigenlijk gewoon alleen maar winnen. En denkt hij, ik wil wat minder competitief spelen. En dan komt hij misschien bij ons en we zeggen, we zijn twee vage gasten en we hebben een eigen game website en we zijn een beetje... Ik denk dat veel mensen wel door ons willen worden ingewerkt, toch? Ja, ja. Nee, precies. Maar dan ziet Tom dus, anders denkt hij, dit is precies waar ik naar op zoek ben. En dan gaan wij... Een soort Facebook voor Destiny. Ja, eigenlijk wel. En dan kunnen wij hem onder onze hoede nemen. En dan nemen wij hem ook in de hoge levels mee, in de levels van de endgame, die dus super tof zijn. En dan zal hij misschien niet zo heel veel kills maken en zal niet bijdragen, maar wij nemen hem, als het daar worden, een beetje zijn guardian. En op die manier... Super vet bedacht! En op die manier moet er dus ook voor zorgen dat Destiny leuk blijft, juist ook in dat middenstuk, dat je alvast een beetje in aanraking komt met de endgame en ook echt de motivatie om verder te spelen. Ik denk, ik wil hier straks ook net zoveel kills als die guys gemaakt. Ik wil ook in die endgame terechtkomen. Ik vind dit een geniaal systeem. Ik vind het echt goed bedacht en ik hoop dat dit heel erg wordt opgepakt. Oké, dan sluiten we eventjes af met de multiplayer, toch waar je het meeste tijd van de game in gaat stoppen. Wat is er daar veranderd? De game is in de basis redelijk hetzelfde gebleven. Ze hebben wel de shooter mechanics geperfectioneerd. Jij zei het net al, Destiny 1 is nog steeds één van de beste shooters die er is. Dus
Het speelde echt super lekker. Een van de interessantste veranderingen vond ik persoonlijk dat je nu twee weapons los hebt. Wat betekent dat je zowel energy weapons als kinetische weapons kunt meedragen. En dat is heel tof, omdat normaal meestal kies je in het begin een van de twee. En dan blijf je daar altijd de hele game mee spelen, terwijl die andere zie je dan nooit terugkomen. En nu kan je ze dus allebei als het ware uitproberen en ook allebei tegelijkertijd upgraden. Dus dan kom jij in één keer, zelf op, jij bent fan van handcannon. Dus dan kan je in één keer en een energy en een kinetic handcannon met je meedragen. Dat is super tof en dat zorgt er ook voor dat je in de wapens iets meer afwisseling hebt en dat je ook constant die twee verschillende speelstijlen kan combineren. Ja, leuk man. Ik heb ontzettend veel zin in Destiny 2. Ik denk jij ook. Zeker dat als we wat meer betrokken zijn met de story, ik vind dat altijd heel fijn. Ook als ik in een multiplayer game zit. Wanneer komt de game uit? Heel snel, 6 september 2017. Dat is inderdaad al bijna. We gaan hem op Gamescom nog een keer checken, maar dan komt hij inderdaad heel snel uit. Wil je echt alles weten over Destiny 2? Check ook de preview die Leon heeft geschreven. Want er staan al nog even iets meer details in en het geschreven wordt. Check dat ook en voor alle info over alle games hier op E3. Check gamersnet.nl.